De Veendammer Ondernemerscompagnie organiseerde samen met de gemeente Veendam weer een eindejaarsbijeenkomst. En voorzitter Edwin de Vries opende deze bijeenkomst. Hartelijk welkom bij onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, of eindejaarsbijeenkomst moet ik nog zeggen. Ik weet niet hoe u het beleeft, maar zo tegen het eind van het jaar lijkt het wel of er geen nieuwjaar volgt. Van alles moet nog klaar. Iedereen moet nog wat van je en het is mij altijd niet helemaal duidelijk waarom. Ik ervaarde in deze eindejaarsturbulentie, de eindejaarsbijeenkomst van de VOC en de Oostboog, als een baken van reflectie en vooruitzien. Even weg van de waan van de dag. En dat is bij Forst nu wel lekker, moet ik zeggen. Het programma draagt er dit jaar ook weer aan bij. Alina Kiers en Frank den Hollander zullen ons, zoals net gezien, humeurvol helpen te relativeren. Eckhard Wensen pakt ons bij de hand om even afstand van onszelf te nemen. Hij is een onconventioneel denker, groot ICT-ondernemer en een man die daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Deze bijeenkomst heeft met de uitreiking van de Veendammer Ondernemersprijs natuurlijk ook een stimulerende betekenis. Het is niet Oost-Gronings of Noordelijk om tevreden te zijn. Maar ik ben het wel als ik terugkijk op het bijna achterliggende jaar. En ook wethouder Henk-Jan Smal maakte in een vloeiende presentatie enkele cijfers bekend. Cijfers. En de cijfers hou ik kort. Ik heb maar één sheet met cijfers. Als je nog meer cijfers wil, kom dan gerust een keer langs het gemeentehuis. Dan pakken we een kop koffie en dan gaan we er rustig in weer rondhakkeren. Maar even de belangrijkste. Verkoop. We hebben ruim 7 hectare industriegrond verkocht. Waarvan 3 gefaseerd wordt. En dat is meer dan een aantal jaren geleden bij elkaar opgeteld. Het aantal bedrijven. Zitten we op 1531 bedrijven binnen de gemeente. Zo hoog is het aantal nog nooit geweest. Ten opzichte van vorig jaar is dat een plus van 30. Dan kijk je naar de werkgelegenheid. We hebben 13.342 arbeidsplaatsen. Dat is een plus van 492 ten opzichte van het jaar ervoor. En nog zijn de bedrijven, en op 28.000 inwoners is het natuurlijk heel veel. En nog zijn er bedrijven die geen mensen kunnen vinden. En waar komt het dan vaak door? Door de match. Want wij hebben nog 650 mensen in onze bakken zitten. Maar die 650 is misschien niet het type wat direct bij u aan de slag kan. Dus het is belangrijk om ook van beide kanten te gaan investeren. Wij moeten goed in beeld brengen welke mensen wij hebben, welke kandidaten wij hebben. Maar als ondernemer moet je ook bereid zijn om daar tijd in te stoppen om iemand op te leiden. Want wie kan een ondernemer beter opleiden dan het bedrijf zelf? We hebben inmiddels zo'n project opgestart met Arriva. Zijn we gestart samen met de servicebus. De eerste 5 chauffeurs zijn nu in vaste dienst bij Arriva. En de volgende 6 komen over 3 maanden. Dus het kan wel werken, maar dan moet je ook de tijd nemen om die mensen te willen opleiden. En tijdens deze bijeenkomst werd ook de ondernemer van de komende 2 jaar gekozen. En dat wordt 2007, Aldert de Vriezen van InfraPlus. Meneer Holthuis heeft er ook een echtheidscertificaat van gemaakt, dus er bestaat maar 1 zoals deze. Goed, ja, daar sta je dan. Zo. Ik loop even deze kant op. Ik had gehoord in de wandelbaan dat ik misschien niet voor moet bereiden, dus ik ga toch een klein microfoon inzetten. Trots, overdonderd en iets wat onhandig. Laat ik vooropstellen, ik ben in 2001 niet begonnen met InfraPlus om dit te bereiken, die mooie erkenning die ik nu krijg. Doelstelling waren en blijven een gezonde onderneming op te bouwen, waar ik en mijn medewerkers dagelijks met plezier en enthousiasme met ons vak bezig kunnen zijn. Ja, en dan is er nog iemand die ik moet bedanken, die ik zeker niet mag vergeten, want dat is mijn vrouwtje natuurlijk, die dag en nacht voor me klaar staat en die sinds die 6 jaar en 11 maanden mij moet delen met het bedrijf. En dat doet ze geweldig. Geef me alle ruimte. En dat is natuurlijk ook een basis voor het succes. Want als het thuisvond niet achter je staat,
dan kom je niet verder. Dus Gea, hartstikke bedankt. Tot zover onze reportage over de eindejaarsbijeenkomst van de VOC.